Poep maar op chef? Poep maar op chef, ja. Is dat, die ken jij, die uitdrukking waarschijnlijk? Ja, bij ons is dat iets anders. Ja, ja. Wat betekent het juist, Mark? Jij bent professor. Ja, ja, maar niet, niet intrusies, hè? Nee, nee, niet intrusies. Ja. Wat betekent dat, nee, poep maar op chef? Ja, dat betekent... mag je neuken zeggen hier? Je hebt het al gezegd. Ah, ik heb het al gezegd, ja. Ja. Bedrijf de liefde. Bedrijf de liefde, maar chef. Chef is een naam. Oh. Dus bedrijf de liefde maar, chef. Oh, oh ja, poep is... ja, dat is bij jullie iets poepen anders. Poepen is neuken. Ja, de liefde bedrijven. Oh, oké. Okay. Ja, infiltreren. Okay. Ja. En wat is dan... Wat is dan... Wie heeft dat ooit bedacht? Dat poepen... Poep, chef. Ja, ik heb dat bedacht. Ja, ik was, dacht dat ik dat Russisch, hè. Ja. En wat is dat? Tetterus. Ik weet niet of je dat nu nog mocht zeggen, eigenlijk. Dat is... Dat is verleden tijd. Dat is verleden tijd, ja. Ja, over de borst strelen. Wat natuurlijk... Is dat tetterus? Tetterus, ja. Van tetten, ja. Van tetten, ja. Ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Ja, Titteke, Rus. Gecanceld. Ja, nou, zou je dit nog kunnen doen nu, denk je? Nee, zeker niet. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Nee, waarom niet? Want de tijden veranderd zijn. Omdat er dingen niet meer als vanzelfsprekend beschouwd worden, wat ik volledig begrijp. Ik kan het proberen. Ja. Dan krijg ik een rechtszaak met hem waarschijnlijk. Ja, er is één ding zeker. Over zijn Titteke ga je het niet rusten.